Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord. Psalm 45, vers 8. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. In mijn koninkrijk draait alles om gerechtigheid, om wat goed en eerlijk en oprecht is. Voor het kwaad van onrecht en slechtheid is geen plaats, want die neemt de vreugde weg. Mijn rijk is een koninkrijk van vreugde. Ik nodig je uit om die vreugde te laten stromen in je hart en om zo mijn koninkrijk te beleven. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, geef me de vreugde van uw koninkrijk. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.